Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Ja, welkom Jasper. Je hebt net een sessie gehad. Klopt. Maar laten we eerst even, Sergio, wat is dat? Sergio is een nieuw bedrijf, maar eigenlijk ook een business unit. Dat zal ik zo meer vertellen. Ja. En die wil soda, frisdranken weer sexy gaan maken. Er is een hoop om te doen. Suiker, packaging, maar ook merken die toch wel minder relevant zijn geworden. En wij willen met nieuwe merken dat weer gaan doen. Okay. Maar wij zijn een corporate startup, zoals dat mooi klinkt. Met een missie vanuit Frumona, een partij die al langer in de markt is. Okay. En mijn verhaal net ging over, hoe doe je dat nou? Hoe combineer je nou het snelle van een start-up en de slagkracht van een bedrijf met power? Ja. Ja. En in jouw achtergrond? Ja, ik ben opgegroeid tussen de corporates, zoals het mooi klinkt, dus Unilever. Jaren gewerkt, jaar of 7 in verschillende categorieën. Ja. En bij Frumona. En ik ben vooral marketing en sales in mijn ervaring. En heeft de corporate vader of moeder, of hoe je het dan ook noemt, die heeft momenteel al frisdranken? Ja, dus Frumona is de nummer 2 in de markt. Ook weer een onderdeel van Heineken. En hebben een aantal merken, zoals Royal Club en Pepsi en 7-Up en Sisi en Crystal Clear. Ja. Maar merken die al lang in de markt zijn met veel volume en veel op het spel. Ja, maar die merken zijn nog niet sexy genoeg meer? Of niet hip genoeg meer? Nou, we zien dat daar iets aan het gebeuren is in fris. Maar ook zeker een andere categorie, dat nieuwe merken, zeker ook jongere mensen veel meer aanspreken. Waar het product weer helemaal centraal staat, waar een verhaal op zit. Die gezonder zijn, die niet op televisie zijn, maar op social. En dat zie je in bier, dat zie je in koffie, dat zie je in chocola. Eigenlijk overal zie je dezelfde trend. Minder aanmerken, meer verhaal. Ja. En het mag zelfs wat meer kosten, dat is ook het gekke. Als het maar wel echt klopt en lekker is. Oké. Okay. Ja. En hoe pak je dat dan aan? Goed. Ja. Ja. We gaan zo even hebben over hoe je dat binnen een corporate doet. Maar ik ben wel heel benieuwd van, waar begin je zeg maar met die frisdranken? Ja, dus je begint met snappen wat men zoekt en wat men niet zoekt. En wat de rol is van welk merk. Maar het begint uiteindelijk met een heel lekker product maken. En dat klinkt simpel. Maar dat zijn vaak trajecten die maanden duren met heel veel schijven erin. Of je gaat dat snel doen, zoals een snelle partij dat ook kan en opzet. Daarin wil je eigenlijk die snelheid volgen van die partijen. We moeten onze eigen podcastdrankje hebben, Bart. Ja, want ik weet niet of je Man de podcast wel eens hebt geluisterd. Nee. Dat is een van een hele populaire podcast van 3 jonge mannen die wekelijks Rob Geus, bedenken. Nee. Okay. Nou ja, Domien Verschuren is de bekende daarin. Okay. DJ van, ik weet niet waar die zit nu. Q Music, 5 jaar, zoiets. Ja. Noem ze allemaal maar op. Yeah. Maar die hebben inmiddels hun man bier. Man mango, volgens mij, bier. Dus je wil het CRO Café frisdrank hebben? Daar moeten we nu wel op aansturen natuurlijk, ja, snap je. Vind ik eigenlijk ook, ja. Dus, jullie doen dan marktonderzoek, kijken wat de consument wil. Het is echt een nieuwe frisdrank plus de marketing, of is het nieuwe marketing voor de bestaande? Ja, ik zal er iets meer uitleggen, want ik zit er helemaal in en jullie logischerwijs minder. Nee, wij kregen 5 minuten geleden te horen dat jij gast bent in onze podcast. Dus. Dat weet ik. Dus je moet ook flexibel zijn, dus die challenge die pak ik. Nee, eigenlijk waar ik leid en ik heb opgericht een bedrijf dat heet Sergio. En Sergio heeft op zichzelf eigen merken met een eigen business en bestiert wel een markt die deels hetzelfde en deels anders met andere merken. En heeft eigenlijk aan de voorkant bijna niks met het moederbedrijf te maken. Maar het unieke en het moeilijke, en ook waar ik net over verteld heb, is het zou dom zijn om alles wat je wel kan helpen los te laten. Want dan word je, ik noem het even, best of the rest. En dan heb je alle mooie dingen waar startups van zouden dromen, die gooi je weg. Dus mijn model, of ons model, en mijn pleidooi was net, zoek een business unit die wel gebruik maakt van dingen die heel goed werken. En dat noem ik als netwerk, dat noem ik systemen soms.
Dat zijn ervaringen, dingen, een kwaliteitsafdeling. Ja, die ga je niet opzetten in je startend bedrijf. Nee. Maar het is wel handig als wat misgaat dat je ze even kan beraadplegen. Ja, of legal. Dus legal. Legal, ja. Ik ga toch geen een kleine team een jurist zetten. Als je een starter bent, moet je een jurist inhuren aan €700 per uur. En wij bellen even. Dan zet ik mijn Frimona-pet op. Bel ik mijn collega. Ja, ja. Precies. Ja, precies. En dat klinkt makkelijk. En dat is best ingewikkeld. Ja. Maar als je dat allemaal duidelijkheid hebt en iedereen snapt dat, dan heb je een heel slagvaardig model waarin je wel die best of both worlds kan combineren. En dat is mijn uitdaging. Oké. Okay. En heeft Frimona dan, is Sergio overgebleven uit een hele batch aan start-ups initiatieven binnen het bedrijf? Of was het wel eentje waar volop op is ingezet? Nee. Je hebt wel eens van die accelerated programma's binnen corporates ook wel? Nou, we hebben één merk gelanceerd onder Frimona toen. Dat heet Russell & Co. Onder Frimona. En daarin merkten we dat dat de reacties heel goed waren, maar het gewoon niet konden. En dat gaat eigenlijk echt over welke verwachtingen zet je, welke KPI's zet je en wat verwacht je van nieuwe merken. En ik vertelde net in mijn presentatie, ja, je zou ook een vergelijking kunnen maken met een kind. Dan moet je tijd insteken en geld insteken en niet het doel al geven waar die heen moet. Want dan moet dat leren. En dat traject, dat moet je dus ook doen. En ook als je in targets dat niet kan differentiëren en ook niet de kennis en de kunde hebt om dat te leren, ja, dan gaat het helemaal mis. Ik zeg niet dat het helemaal misging, maar we leerden wel dat het model in die bestaande business niet werkt. En alleen maar ruis geeft en onduidelijkheid en niet die slagkracht en snelheid. Dus dat was echt de reden om apart te starten. En alle merken die we nu hebben en de producten die we aan het ontwikkelen zijn echt in de laatste 11 maanden ontwikkeld. Dus er komt vooral heel veel snelle dingen bij en er gaan nog heel veel komen. Ja. En wat is een voorbeeld van? Voorbeeld is een Strange Love, dat zijn premium mixers. Dus hebben we echt de tonic ginger beer, maar dan helemaal op basis van mooie ingrediënten, mooie verpakking. Een biologische limonade, siroop, limo. We hebben een Tenzing, dat is een energiedrankje, maar dan met veel minder suiker. Maar echt alleen maar plantaardige ingrediënten. We hebben een watermerk waar ieder label uniek is. En er een prikkelende vraag staat waarop je weer gaat praten met elkaar in horeca in plaats van op je telefoon. Nou, moet je voorstellen dat je in een bestaande business met een enorm volume een plan krijgt, oppert om ieder label uniek te maken. Nou, je wordt stapelgek. Ja, die worden stapelgek. Die zeggen dat kan niet, die de lijn moet draaien. Dus je kan dus veel sneller dat ze leuke dingen gaan doen die de klant weer leuk vindt om gewoon te beginnen. Omdat je met elkaar beslist dat leuk en slim is. En dat zijn voorbeelden waarin je dus anders kan werken. Waarin het wel belangrijk is dat je dus ook alles mag beslissen in je team. Ja. Want anders dan wordt het een frustrerende bedoeling. Ja, en hoe was het dan geregeld bij jullie? Want je had het net over het target, zeg maar. Dat binnen de bestaande corporate structuur lukt dat niet om daarin mee te gaan. Maar dat moet je apart zetten. Het moederbedrijf zal vast wel een bepaalde ideeën hebben van, je moet winstgevig zijn binnen zoveel tijd. Zeker, ja. Veel over gehad en dat is natuurlijk een hele terechte vraag. Want ja, mensen die ergens op zetten, die doen niet iets anders. En het zijn serieuze bedragen. En ondanks de fun die erin zit, in het hele in de cultuur is het gewoon gaat het wel om geld. Super serieus business. Ja. Maar het begon allemaal met het besef. En dat is wel mooi. En dat was natuurlijk mooi omdat Frimona ook weer linkt aan Heineken. Kon je dat best wel makkelijk uitleggen. Die wereld gaat hierheen. En als wij niet meebewegen, dan gaan winnaars in de markt, die gaan met andere partijen werken. Ja. Die ook professioneler worden. Dus het ging heel erg over, zien we dat die kans of die bedreiging, eigenlijk allebei in de toekomst, en dan KPI's stellen heel erg, wat moet je dus nu doen? En dat gaat veel meer over input dan over output. Want ik kan heel erg beïnvloeden de snelheid die ik maak, de beslissingen die ik neem, of wat ik zeg en doe. Maar de weekcijfers nu kan ik minder makkelijk beïnvloeden. En dat is niet dat ik er geen zin in heb, kan ik wel in gaan duiken. Maar ik zit er heel veel tijd in en de voorspelling wordt vrij matig. En ik moet mijn tijd steken in die input, in die snelheid. Ja. En dit zijn hele moeilijke discussies en moeilijke vragen. Ja. Maar we zijn er wel heel ver in nu om dat duidelijkheid te hebben. En snelheid is het belangrijkste. Ja. Maar betekent dat in theorie een van de merken die je hebt neergezet, wij spreken de vervanger van Fanta, zou kunnen zijn? Ja, dat zou kunnen. Zover kan het dat zou kunnen. En het gaat heel erg over dat besef. En daar kan je natuurlijk ook intern heel veel over spreken. Ja, maar we moeten het niet doen, want we gaan onszelf kannibaliseren. Nou, dan is mijn antwoord, als wij het niet doen, doet iemand anders het. En iedereen die zegt dat het niet zo is, die heeft boter op zijn hoofd. Dus gaan. En ja, ik denk dat een aantal smaaksegmenten die traditioneel groot waren, echt hard gaan veranderen. Ook als je kijkt naar andere landen. Dus je moet daar op mee. Dat gaat veranderen. Maar niet overal, maar op een aantal plekken wel.
Je zegt van, nou ja, ik kan heel makkelijk gebruik maken van van de bestaande businessstructuren, zeg maar, en andere teams. Wat heeft de rest van het bedrijf aan jullie? Wat krijgen ze terug? Relevantie. En krijgen die bestaande merken, zeg maar, gaan die ook jullie inzichten gebruiken op hun bestaande merken? Ja, dus we hebben een aantal dingen intern, maken we natuurlijk een bepaalde snelheid en een aantal dingen waar die ook wel inspirerend werkt van, hé, zo kan het eigenlijk ook. Waar je ook weer even gaat uitzoomen van, hé, wacht even. Gewoon puur processen. Dus intern kan je dat best wat losmaken, ook in cultuur en hoe je werkt. Maar die merken, die zijn niet helemaal uit de lucht gegrepen. Dus ook niet dat ze niks met elkaar te maken hebben. Die kunnen ook in kanalen waar zij al zitten een rol spelen. Dus wat wij natuurlijk ook doen, als er een mooie klant is die zegt van, nou, ik wil deels een aantal grote merken hebben met een heel mooi conditie- en groeiplan. Maar ook een aantal snelle speedboten om mij te onderscheiden. Dan zeggen we, nou, dan trekken wij mijn collega erbij en dan gaan we samen kijken of we iets voor je doen kunnen. Ja. En dat netwerk is natuurlijk goud waard. En dat heeft iedereen die echt voor zichzelf begint niet. En zo proberen we dat te combineren. Maar het grootste ding is relevantie voor de toekomst. Ja, zijn er al inzichten waarvan je denkt van, nou, dat zouden andere merken wel moeten gaan toepassen, wat jij ziet? Qua smaak, verpakking, hoe je het merk neerzet? Nou, wat ik heel erg heb geleerd in mijn vorige banen is dat je op innovatie, op nieuwe producten, along the way best wel veel concessies gaat doen, omdat jouw droom toen niet kon. En dat flesje, dat is gewoon te duur. En je uiteindelijk zet je iets in de markt wat niet is wat je ooit bedacht hebt. Misschien ook wel met heel veel geld hebt getest. En die concessies, die gaan, omdat er heel veel betrokkenen zijn, die willen allemaal daar weer een ding. En wat ik nu zie dat er in mijn team gebeurt. Ja, wij staan voor dat concept en we gaan geen concessies doen. En we gaan gewoon maar beginnen. En die optimalisatie bij een goedkopere fles, die komt daarna wel. Want waar praat je nou over? Een besparing van x procent op een volume van heel klein is een non-discussie. Als het volume groot wordt, gaan we optimaliseren. En dan wil ik wel winstgevender worden qua producten. Dan zij dat hebben, maar wel met snelheid en optimaliseren. Ja, en dat, die manier van denken, ja, ik vind het echt super inspirerend en logisch nu. Ja. Terwijl ik jarenlang dat heel onlogisch vond en dacht, we moeten het echt in één keer goed doen, anders dan gaat onze winst naar de haai. Zou je kunnen zeggen dat jullie de enige of misschien de startende worden die nieuwe producten, nieuwe concepten lanceren en als het een bepaalde mate van succesvolheid heeft, dat het dan als het ware teruggaat naar het moederbedrijf, omdat je dan meer moet gaan nadenken over optimalisatie, efficiëntie, zulke dingen, dat je het dan doorgeeft? Ja, ik krijg een vraag vaak. Ik weet het nog niet helemaal. Dat is echt een eerlijk antwoord. Hoeft ook niet. Ik denk dat er geen met merken die zo breed verkrijgbaar zijn, dat onze toegevoegde waarde kleiner wordt. Ja. Dat daar een handover gaat plaatsvinden. Soms ook niet. Het is ook wel handig om in je P&L wat grotere dingen te hebben. Het is niet het doel om allemaal niche dingetjes te hebben. Ja. Het doel is wel om gewoon de relevante merken van de toekomst te bouwen. En dan pak ik even een voorbeeld. Als je bijvoorbeeld in chocola kijkt, daar zie je gewoon dat een partij als Tony Chocolonis marktleider is geworden. Met een merk, met een business waar al 50 jaar de tent werd gevochten tussen Verkade en Milka en nog een paar spelers. Dus het kan ook dat nieuwe merken met een echt verhaal groter worden. Dat betekent niet dat ze hun hele identiteit overboord gooien. En dat doen ze heel sterk. En die afweging zullen we altijd maken. Maar ja, je kan geen moment meer van elkaar gebruiken. Ja, als er wat meer staat. En de kennis, als een product er overal ligt, die je moet hebben over product, is net wat meer geringer. Maar het zal verschillen. En lukt het tot nu toe ook qua capaciteit en zo om een beetje die ideeën en experimenten die je in je hoofd hebt of die je wil doen, om dat ook uit te kunnen voeren? Of zijn het 100 ideeën en je kan er 3 doen? Een combi tussen de. Dus we hebben veel te veel plannen en we zien echt heel veel kansen. Ja. Ik moet zeggen, het tempo ligt hoog en de snelheid. We zijn wel met heel veel dingen tegelijk. Maar je moet kiezen, want anders doe je alles tegelijk. Wat we wel doen, is dat we heel wendbaar zijn. Dat we gewoon per kwartaal kijken, waar gaan we dan nu ons op richten. En ik ben heel eerlijk als ik zeg, ik weet nog niet wat we in kwartaal 2 gaan doen. En dan ook echt niet. Wel wat ik nu ga doen. En misschien komt daar een hele mooie kans die we opeens voorrang geven, waar we volop gaan rennen. Is het wendbaar? Zeker. Sommige dingen zouden beter overdag kunnen worden.
Eens? Nou, dan merken we dat wel weer. Maar dat hoort ook bij dat experimenteren. Hoort. Ja, ja, precies. Ja. Hoe groot is Sergio dan in FTE? Ja, we hebben man of 12 dat wel eens werkt, waarbij niet iedereen vol in dienst is. Ja. Dus ook een aantal ZZP'ers die wel een aantal dagen echt wel dedicated werken. Ik geloof heel erg in die snelheid, dus je moet alles onder één dak hebben. Ja. Dus, en dat is zo leuk als je ziet dat je iedereen in de ruimte hebt. Dus van marketing, supply chain, finance, sales, iedereen werkt. Is in het team om snelheid te maken. Dus een man of 12 die totaal werken waar niet iedereen in zit. Kun je er ook mee beginnen met die 12? Of? Nee, opgebouwd in een jaar. Dat is natuurlijk de luxe van een bedrijf wat wat meer in de markt is. Ja, we zitten in een start-up hub in Utrecht, werken we ook bewust niet op kantoor waar Fremona zit. En die mensen kijken, wat is dit? Waar komen al die mensen vandaan? In je eerste jaar. Maar die mensen die leveren wel van A tot Z in business. En dat aantal gaat ook niet vervijfvoudigen in een jaar. Dus hier moeten we ook wel even doen. Maar je hebt wel nu het team om A tot Z te kunnen doen en die snelheid kunnen maken. En dat is heel belangrijk. Maar we lopen echt tegen zo. En dat is ook wel de charme hoor. Maar tegen dingen. En ik denk, oh god, dat was toch wel lekker toen het allemaal geregeld was. Ja, precies. Systemen en dingen. Oh joh. En dat maakt het ook wel leuk. Dus het is ook wel af en toe het wegwerken van bottlenecks. Ja. Om ergens te komen. En niet een strategie die je hebt uitgestippeld gewoon uitlopen. Nee, er komt heel veel kijken. Maar als je snel kan schakelen met elkaar en het leuk vindt, dan fix je heel veel heel snel. Ja. Nou, ik wil even een beeld geven van Fremona. Om even een idee te geven van het moederbedrijf waar je voor werkt. Ja. De merken, ik ken de Fremona überhaupt niet. Maar de merken die ze onderhangen, zullen de meeste mensen wel kennen, allemaal, denk ik. Ja. We hebben Pepsi, 7-Up, Rivella, Royal Club, Sourcy, Crystal Clear, Ranja, Sissi. Ik dacht dat Ranja gewoon een... Dat is een merk, maar dat is gewoon zo ingeburgerd. En dat is paracetamol, zeg maar. Sissi, Gatorade, Climax Herbal Power Drink. Die ken ik dan niet. En de laatste is een logo die ik niet ken. Daar staat geen naam bij. Nee. Van deze 10 die je net opnoemt, ken je de minste 7. Ja, precies. Ja. Nou, Fremona is dus ook eigenlijk de business-to-business naam. Dus die ken je ook als consument niet, dat is niet relevant. Maar in de markt, waar supermarkten en horeca en andere plekken komen waar dit verkocht wordt, is het een speler die er al lang is met veel ervaring. Ja. En Sergio is in die zin een andere Fremona die ook een portfolio heeft met weer eigen merken. Dus nou, en wat ik wel interessant vind dan, is hoe meet je en wat is succes voor jullie? Ja, zit dat hem gewoon in de sales of zit dat hem in... Ja, vertel me. Nou, dat is een moeilijke en een hele goede vraag. En hier heb ik het echt ontzettend veel over. En dit is denk ik waar heel veel vergelijkbare initiatieven in stranden in deze discussie. Ja, je zult andere KPI's moeten stellen dan of je vorige week verkocht hebt. Maar we kijken wel naar dus de dingen die we opleveren. Dus de snelheid die er zit in. Maar ook wat is de tevredenheid van de klanten waarbij we nu zitten. Want als die tevreden zijn en je gaat opschalen, dan wordt het heel groot. En dat is natuurlijk totaal anders dan eerst overal neerzetten en dan merken dat mensen niet tevreden zijn en het weer terughalen. En dat is het opschaalmodel. Daar hebben we wel heel duidelijke KPI's voor wanneer dat staat. Zoals in een bepaalde mate volume tevredenheid of klanttevredenheid of ik weet niet hoe je het noemt, drinktevredenheid. Hoe meten jullie dat? NPS, dus we vragen letterlijk gewoon hoe zou je Sergio als partij aanraden om mee te werken. Okay. En we weten dat best voorspeller is om als we bij veel meer plekken liggen, om een olievlek te creëren. En dat is eigenlijk een betere voorspeller van de toekomst dan je sales van vorige week. Een mix daartussen. Maar hoe ziet het proces eruit? Zeg maar? Want dat is als het in de markt zit. Maar ik neem aan dat jullie het ook wel testen met panels of zo van tevoren. Van wat mensen ervan vinden. Hoe ziet dat eruit? Ja. Voordat het überhaupt live gaat? Ja, dus om dat innovatietraject zo kort mogelijk te maken, doen we heel veel zelf. En dat is ook heel veel in hele kleine loopjes werken. Dus heel simpel. En dat is misschien niet het meest zorgvuldige. Maar we doen het wel. Vinden we het allemaal lekker. Nou, dan gaan we ermee door. Ja. En dan gaan we naar de volgende fase. En dan zeggen we, nou, laten we wat gevoel gaan krijgen. We stellen wat hypotheses op. Zoveel procent moeten het lekkerder vinden dan XX. En dan gaan we de markt in zelf. En het beste is om het zelf te doen. Om gewoon aan mensen te vragen. En dat zijn vooral klanten. Welke vind je lekker de AB? En als die scoren dan, en dat is dan wel, dan moet je ook hard zijn. Niet je hypothese raakt, dan moet je niet doorgaan. Is dat significant? En zeker wel hier zijn een hoop mensen die op insights zijn afgestudeerd. Die zeggen, nou,
Daar kan je het er niet op sturen. Ik denk dat het wel heel wat zegt. En het is sneller en goedkoper. En dan doen we niet het hele concept in één keer, maar dan pakken we puur smaak. En volgende week hebben we het design klaar. Doen we hetzelfde. Dus we valideren iedere keer het concept. En zo komen we tot het product wat kloppend is. Dus ja, zeker heel veel feedback vragen, maar niet als je in de markt staat, maar als je er naartoe gaat. En is dat, als je het over klanten hebt, zijn dat de horecabedrijven of zijn dat de consumenten? Beide, waarbij we vooral nu input leveren van horeca, ondernemers en klanten. En consumenten, ja, dat zijn we allemaal. Dus dat is ook in de spand, dat is echt op stoep. Wat vind je ervan, de vragen die je krijgt. En je hoort zoveel als je gewoon mensen vraagt, dan dingen die niet had nagedacht. Dus we zitten ook echt veel te knippen en te plakken om maar gewoon iets te laten zien. Ja, user research blijft gaaf natuurlijk. Je ziet zoveel dingen inderdaad die je zelf niet had bedacht. Ongelooflijk, ja. Zo waardevol. En zijn er eigenlijk letterlijk proeflokalen, zeg maar, waar jullie gewoon in het wild, zeg maar, je product kunnen neerzetten? Ik bedoel, als je onder zo'n grote bedrijf hangt, zeg maar, dan kan me voorstellen dat ze af en toe wat willen proberen. Gewoon in echte settingen, cafeetjes waar je gewoon zegt van, oké, hier hebben jullie... Ja, nou, we werken echt op dat front eigenlijk vrij weinig samen om je een illustratie te geven en hoeveel vrijheid dat krijgt. Ik heb aan degene die eindverantwoordelijk is voor de hele Vrumona Holding, dus dat is ook mijn uiteindelijk leidinggevende, die ik één keer in de maand ongeveer spreek, heb ik op de Horecava 2 weken geleden, de grootste horecabeurs, laten zien wat onze nieuwe smaken waren. Terwijl het al bij klanten lag. Ja. Yeah. En eigenlijk haar redenering is, ja, hier kan ik niet heel veel, ik kan heel veel vragen stellen, maar dat vertraagt. Ga maar gewoon. Ja. Maar wel binnen een kader. Als ik daar bijvoorbeeld, we hebben een kader op alcohol, dat doen we nu niet. Nou, dan moet ik niet iets daar gaan doen. Het moet gezonder zijn dan wat er al is. Ja, als het dan niet zoveel, dan zegt ze, wat ben je aan het doen? Op duurzaamheid moet er een slag zijn. Er zijn bepaalde segmenten waar we wel of niet. Maar daarbinnen, gaan. Ja. Dus we doen dat echt zelf. En proeven is het allerleukste. Dus dat doen we heel vaak. we wachten niet op vinkjes. Dus we zijn op dat front niet... Maar goed dat er geen alcohol in zit dan, als jullie het zo graag zelf proeven. Of jammer. Of jammer. En ik ben heel benieuwd, wat is ongeveer jullie slagingspercentage? Ik weet niet precies wat je als een slaging ziet, maar wij zijn gewend aan bijvoorbeeld het draaien van AB-testen. Daarvoor weten we hoe beter je wordt, hoe minder de slagen. Hoe dat counterintuïtief is. Ja. Bij jullie? Enig idee? Nee, ik kan niet eenduidig op zeggen. Het verschilt echt weer per vraag. Ik geloof wel heel erg in AB, dat je dan meer ziet dan wat vind je ervan? Van wat zou die doen? We zijn nu een jaar echt bezig. Ik wil hier echt nog veel verder in gaan, dat we dat zoveel makkelijker kunnen doen. En ook alle digitale middelen die er zijn, maakt het zoveel makkelijker om ook veel meer te kunnen leren. Ja. Maar er zit iemand in het team die dat gewoon kan live zetten. Hoeft op niemand te wachten. De gedachte is goed. Maar dat kan, en zeker als de volumes van bepaalde merken groter zijn en de belangen iets groter worden, dan zou je toch iets beter moeten nadenken. Dus het verschilt ook wel per fase. En de grootste fout die je kan maken is heel veel tijd en geld steken in iets wat nog mini is. Dat gebeurt natuurlijk heel veel in de wereld. En jullie hebben dus ook geen plastic flesjes dan of zo? Nee. Dus jullie moeten meegaan aan duurzaamheid? En dan, ja, ja. Nee, dus ook op water bijvoorbeeld. We gaat over een maandje in productie, een mineraalwater. Daar moesten we echt over nadenken. Wat vinden we daarvan? Water je hebt ook kraanwater, wat ook een mooi alternatief is. En we zien wel dat een aantal mensen zeggen, ja, als jij het niet neemt, dan neem ik het anders en ik verdien daar geld aan. En zeg, nou, dan willen we het wel zo duurzaam mogelijk maken. Dus bijvoorbeeld op mineraalwater zie je heel veel flessen die allemaal in de glasbak gaan. En dat is natuurlijk eigenlijk ook zonde. Ontzettend zonde. Dus we gaan nu een fles die weer terug kan. Nou, dat is logistiek erg ingewikkeld. Ga dat maar eens in bestaande business even er doorheen jassen. Iedereen wordt gek. We gaan het toch doen. En we hebben het niemand overlegd en we zijn het aan het doen en we leren dat. En ik kreeg allemaal vragen van de supply chain director. En dat waren goede vragen, hulpvragen. En ik zei heel eerlijk, die en die kan beantwoorden en die en die. Dat merken over een maand wel en we gaan het oplossen. En toen zei hij, dat moet je ook zo doen. Succes. Ja. Want anders dan kom je daar niet in. En dat gesprek hebben we. Ik zie ze een half jaar ook, ik zie ze vooral in de Albert Heijn To Go. Van die fles, volgens mij zit er gewoon water in. Maar het zijn witte en zwarte
volgens mij herbruikbare, maar wel plastic volgens mij, flesjes. Ja. Van dat hard plastic bedoel je? Ja. Volgens mij hard plastic, ja. Ik heb er nog nooit een gekocht. Want ik Join the Pipe, super initiatief. Gewoon plat water kopen, dat ben ik niet. Ja, je moet toch het water verplaatsen als je het vaker drinkt, ook als je het uit de kraan drinkt. En ik vind dat een heel gaaf initiatief, waar ik jaloersmakend naar kijk, want ze raken heel veel. En in horeca is dat weer anders. En daar spelen wij nu iets in. En als dat werkt, dan gaan we door. Als het niet werkt, dan... merken we het. Ja, tof. Ja. Hey, ik ga jou heel veel plezier daarmee wensen. Dankjewel. Je weet nog niet wat je volgende kwartaal gaat doen, dus daar ga ik niet naar vragen. Maar heel veel succes ermee. Dankjewel. Ja. Ik begrijp wel dat je op windsport gaat, dat weet je wel. Dus dat veel plezier daarmee dan. Ja, dat is vandaag. Dus dat gaan we doen. Inspiratie opdoen. Even eruit, dat is ook af en toe goed. Precies, heel goed. Heel erg bedankt. Jasper, dankjewel. Ja, bye bye.